Nog een keer. Hallo! Hallo. Jongens, dit is weer de nieuwe Halloween Fry Nights vlog. En zoals elk jaar maak ik een Halloween Fry Nights vlog. En dit is natuurlijk het jaar 2019. Ik heb dit keer geen YouTubers meegenomen, maar ik heb wel een collegaatje meegenomen, namelijk Nikki. En zometeen komt er ook nog een andere vriend van mij. Pieter, oh wacht, er gaat wel een YouTuber mee. Ja, dat gaat wel. Laurie gaat mee. Veel plezier met kijken. En jullie kaartjes, alsjeblieft. Dankjewel, huppatee. Oh, doei. We hebben dus nu een soort van ook spooky days en we hebben nu Halloween Fry Nights tegelijkertijd. Heel erg leuk. Yes, werk! Werk. Oh, ja, jezus, mijn milieuvervuiling. Nu ben je geen Visco girl, je moet zorgen voor het milieu. Scan op, scan op. Schrikking, maken we nu heel veel modeshow. Bird, Vogel, Ekke de Kek, Dead Drop. En dan doen. Yes. Wow, ik heb er zoveel zin in. Wat fijn dat je zo enthousiast bent, Nikki. Ook zo enthousiast. Zit je te kijken? Wat in je oor heb? Zie je in mijn oor dan? Die heb je in je oor. Ik heb de tea in mijn oor. Here's the motherfucking tea. Weet je, maar nu komt het moment. Weet jij, heb jij mijn vlogs gezien van andere jaren? Nee. Pieter, heb jij die andere gezien? Nee, heb je wel. Ik heb wel. Heb je eens, weet je ook wat dit is? Oliebollen. Ja. Dit heeft, jongens. Even een flashbackje naar het jaar daarvoor, het jaar daarvoor, het jaar daarvoor, het jaar daarvoor. Hoi, ze hebben Pamela Kroes, ik ga lekker oliebollen eten daar. Even flashback naar 10 jaar geleden en 50 jaar geleden en vorige keer. Ik denk 2 jaar geleden dat ik voor het laatst gevlogd heb toen ik in Walibi Friday was. Het was dit. Herkenbaar. Kijk eens, Pam, daar is je plekje. Oh my god. Even een flashbackje naar vorig jaar en 2 jaar geleden. Ben je nog vorig jaar hier zo? Oh, die oliebollen. Dan gingen we jouw oliebollen filmen. Even een flashback. Kom zo even naar de IG daar. Inception. De oliebollerie Inception. De clownerij. We hebben dit jaar echt heel veel nieuwe zonnes erbij trouwens. Tangle Twix erbij. Exciting. Vier zonnes. Vier. Yep, Eddie. Eddie's area. Tangle Twix. We hebben een Nightmare. En was... Villains. Villains. Vorig jaar had je Game Over, maar dat is vanwege een copyright claim zijn die... Die zijn niet weg. Ah, ah. Wil je net rekenen? Ik stop ermee. Ik zou wel denken, er zijn al mensen in het park. Kijk, allemaal acteurs al. Allemaal acteurs. Maar het zijn spooky days dit jaar erbij dus. Oh! Subtiel. Wie zit te flossen? Te flossen? Ja, dat heet ja, zo. Ja, zit te flossen, ja. Ja, kom even mee. Wij zijn een nieuwe flossduo. Sorry. Een flossduo. Het is een floss. Is dat nu een echte vlos? Ja. Een vlos, ja! Een vlos ook, zie je het? Ja, hallo, wij zijn echt een vlos. Wij zijn vaak aan vlossen. Ja! We vlossen veel. Ja! En spuugt ook? Ja. Met iemand mond open. Ja, sorry. Wacht even aan je tanden. Het ziet niemand, ziet het meer. Ze zijn wel heel entertaining, dat is wel waar. Entertaining? Ja. Zwaard vechten. Entertaining. Nou, echt. Ja, ik heb ook last van mijn tenen. Ik geloof het graag. Goede grap ook, hè, die gozer? Nou, ik ga. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Ik ben gewoon, hey, welkom! Leuk dat jullie hier zijn! Super gezellig! Oh ja, kijk ook! Hartelijk gezellig! Is het leuk hè allemaal? Ze hebben het heel erg naar hun zin volgens mij. Zo het best gedaan om er zo'n leuk feestje van te maken. Ze hebben zo leuk zin! Pieter, het is 6 uur! Het is 6 uur! 6! Fridays, we gaan beginnen! En we gaan eerst kijken bij de Tangle Twix. Ik zie ze al! Ik zie ze! Tangle Twix, oh god! Ah! Rot op! Zeik. Ah! Ik haat! Wat een gezicht. Kijk, ik ben het offer. Hij is ook helemaal naad. Ja, hè. Oh, ze komen allemaal tegelijk ook echt allemaal. Wat zei je? Ik ben ook maar een CBN'er, Martijn. En nu? Wat gaat ze doen? Oh, oh.
Wat een tering gezeik. Maar jij staat hier. Ah! Ik heb echt een broek, ik word een tele lady. Ik had echt niet verwacht dat ik het eng vond om hier te zijn in mijn eigen gebied. Ik heb hetzelfde nog steeds. Dan ga ik ook kapot. Weet je, ik ben heel benieuwd naar Nightmares. Ga zo kijken ook. We gaan naar Nightmares en we gaan alle zones af en we gaan naar Bilo. Wat zit je nou te zeiken? Ja, weet je, we moeten door. We moeten door. Ik ben het zo zat. Ik heb het zo slecht naar mijn zin. Wat ben je nu allemaal aan het doen? Is dit jouw werk? Het is mijn tankstation. Ik heb een ongedierte plaag. Echt? Ja, en ik heb het niet over mijn ongedierte plaag hier, maar daarbinnen. Oh jeetje. Maar wordt het wel opgelost dan? Nou, dat hoop ik door jullie. Wordt het wel opgelost ja, dan? Ja, weet ik niet. Is dat dan weer voor technologie? Ja, geen idee, ik moet even onderkant kijken. Oh, vreselijk. Nee, dit is geen goede hoek. Niet? Nee. Oh. Nou, ik vind het wel mooi. Ja, ik vind het wel enig. Bilo is hier. Komt dit op tv? Op tv? Broodje saté. Dus even, we hebben even een moeilijke situatie. Nikki die is echt heel bang. Nikki werkt hier ook al 4 jaar. Gaat niet Bilo in. Ze is bang. Dan hou je dit is Pieters eerste spookhuis ever. En jij hebt geen mening. Ik weet niet eens wie ik ben. Laten we overheen. Wie ben jij? I don't know. Heb jij een kater? Ja. De kotsende kat. Doe de eerste dans eens. Sorry dat je dit moest kijken. Ja, echt sorry. Oké, gelukkig. Kun je de eerste dans? Ja, goed zo. Nee, ja, wat goed. Ik denk dat jij het beter kan. Kom maar. Doe jij het even? Oh, maar zo snel ook. Met zoveel beleid. Daar gaat ie. De eerste elf. Aan de ecstasy. Love it. Dus luister, jullie moeten gaan. Oh, ja. Moeten we door? We moeten door. Nee, dit vind ik wel spannend nu worden, want ik ga dus nu mijn eigen spookhuis in. En trust me, zelfs als ik nog maar in mijn eentje door het spookhuis loop, vind ik het al dood. Probeer het wel netjes te houden, dat is het enige wat ik over heb. Wat zeg je? Wat gebeurt er? Ga je schat, je stappen. Doei. Sterkte. Dankjewel. Linkerbuik. Ah! Oh, sta! Ik schrok niet. Helemaal trots. Ik ben zo heftig. Zo, is dit waar nou ooit? Yes, hallo. 4 man, kom maar door. Zou je dat ik de linkerbuis moest nemen? Nee, rechterbuis. Hallo. Hij komt zo meteen op bakje lopen. En dan gaan we hier staan. Nikki, ik ben trots op je. Wat vond je het engste? Alles. Alles eng. Hij is korter, hè? Hij is vet gemaakt, klopt. Oké. Okay. Kijk mijn broekpak aan, want je loopt dus namelijk in het water. Echt sick. Gaan we naar de village? Ja, en daarna naar Eddie's. De Eddie's area. Waar zijn ze? Oh, daar. Wat zeg je? Immer gerade aus. Oh nee. Een escort? Ik bedoel dat heel ging escorteren, maar ik doe hem een escort, meneer. Echt? Ja, we gaan de village in. Oh, dat is zo irritant. De Invisible Man, ik kan hem nergens doen. Waar is hij dan? Helemaal ingewikkeld en ik dacht dat ik hem kon vinden. Ik weet het gewoon. We gaan hem zoeken, we moeten hem allemaal zoeken. Ja, dat is echt... Heel mooi. Ja, nou, gelukkig maar. Allemaal slechte likken. Ja, maar ik weet niet wat er allemaal gaat doen. Ze keren zich tegen mij en ik weet maar wie bent u dan? Sorry. Wie bent u dan? Ik ben de schieper van deze mooie creatie. Oh, jij hebt zo geen scherm. Oh. Hallo. Succes. Oh, dankjewel. Oh. Ja, wat een gezaar. Waar gaan we naartoe? Eddie's Plastic Freak. Zeg nog één keer. Ik heb een snor niet doen. Wat is het hier vet? Het is wel vet, hè? Voor Eddie. Waar is hij? We gaan in een spookhuis. Alweer. Maar dan een rijdende. Oh, dit licht. Waar ik niet uit kan. Hallo. Help me, ik wil dood. Dit is mijn thumbnail. Dus omdat je heel bang bent. Oh, je ziet met dat licht. Ja, toch. Ja. Zet hem op, heb je dankjewel. Oei, spannend. Als je nu al schrik bent, dan wordt het wel leuk, hoor.
Auw! Wat een gezeik. Je moet hard! Nou, daar gaan we. Ah! Ah! Wat is dit voor? Dat is wel net. Ah, wat een gezeik. Ah, wat kut. Het is wel het einde. Twisted Hellfire, er zit geen reet. Je ziet niks. Ik ben door de war. Zeg je? Ik voel me helemaal thuis in de hel. Ik was vorig jaar zo hier. Er zit geen reet. Vuur. Ah, wauw! Verloren zielen van de aarde. Ik haat het. Welkom in de arena van het kwaad. Welkom in het domein van mijn meester. Nou jongens, we zijn weer bij de Pirates. Dit lijkt zo tering vet. Oh my god! Hey, viewers at home. What? How you doing? I'm good. Deze zon hebben denk ik ook heel graag staan. Ja, man. Dan weet je gewoon echt alles kunnen van hey, hallo. Zo eng, het werkt niet meer. Helemaal terug naar het oerwoud. Wat zeg je? Hallo, welkom bij Expeditie Robinson. Oh. Wait. Niet meer ontzettend. Oh, ik ga maar Pieter lopen. Ik kan niet meer. Ik krijg een TIA. Ik heb money. Real scary shit! Jongens, ik ben zo excited voor deze night, deze zone, want hij is echt heel goed geworden, hoorde ik. Is dit nieuw? En ik ben, ja, hij is helemaal nieuw. En heb je dan één. Wat zeg je? Hou van nachtmerries. Zeg je? Nachtmerries? Hou je ook van nachtmerries? Oh my god! Oh, dit was een gezeik. Deze, dit masker ook echt, is heel intens! Oh my god, wat een gezeik! Trot, oh, met je bek! Oh ja! Oh, wat een gezeik! Trot, oh! Oké, kom maar in beeld, jongens. Ik wou iets leuks verzinnen, maar het lukt er niet eens. Jongens, dit was de video van dit jaar, van de Friday Night video van dit jaar. Het was doodeng. Het was doodeng. We hebben genoten. Dus jij bent in de spookhuis geweest, die heel eng vond. Jij bent je pinpas.
En Pieter die vond het ook heel leuk. En die is, ik vond het ook heel leuk. Heeft zin in bier. Ja, ik ben ontgroen. Dus, ik heb zin in bier. Ja, ook dat. Jongens, volg ons allemaal op Instagram en op social media als je het kijk eens naar je camera als je aan het praten. Ja, maar ik ben gewend. Dit is mijn iPhone. Ik ben minder relevant dan deze drie. Hier, kijk hier. Vond je het een leuke video? Geef deze video een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. En abonneer op Laurie's kanaal. En op mijn Insta. En want ik ben minder relevant dan deze drie. De thee. Tee. Oh, nee, je moet hem even draaien. Wacht. Tee. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei! Dit was het! Dit was het, jongens. Dit was de prank. Oh, daar gaan we alweer. Verdomme. Ah. Is, oh, hier. Nee! Stop, Ray, met je tanden en je bent... Emma. Oh, god. Jezus. Oh. Ik ben dood.